Vroeger zeiden ze altijd, mannen mogen niet huilen. Dan ben je geen man als een vent. Maar dit komt aan. Ja, dit komt echt af dan. Echt wel maatje. Poestie, Borisje, jurt miauw. Helma Braat is al dagenlang bezig om Boris de boom uit te praten. Maar de kat blijft zitten waar die zit. Iedereen is al langs geweest om het beestje te redden. Van de brandweer tot een hoogwerker. En vandaag komt ook SBS 6 pols hoog te nemen. Met een professionele boomklimmer uit Breda hopen ze de kat te redden. Nou ja, bomen klimmen, dat is mijn werk. Maar kat eruit redden, dat is nou niet echt dagelijks werk. Dus ik weet het niet. Ik ga er in ieder geval bij komen, maar of ik hem ook naar beneden krijg, dat moeten we maar zien. De kat lijkt inmiddels een toeristische attractie. De hele camping komt even kijken als de klimmer de boom ingaat. Ja. En dan na een kwartier klimmen in de 20 meter hoge dennenboom heeft hij de kat in het vizier. Maar die vluchtte naar het uiterste puntje van een tak. Zie je nou, ik flik het eruit, hè? Een zeil wordt gespannen en de klimmer ziet geen andere uitweg dan de tak af te zagen. Ik zaag hem eraf, hè? Ja. Oké, jongens, ga erop letten, hè? Komt-ie. Oh. Pak hem dan, hè? Ja, trek aan die boom deze kant op. Trek hem. Kom maar, ik kan hem. Jongens, wat ik kan doen, deze ik kan kant op. Ik ga even een stukje Indische logica gebruiken. Ja, pak hem dan. Ik heb hem. Pak hem vast. Heb eens. Laat me los. Ik heb er. Oh. Kom maar. Oh. Goed hand. Goed hand. Ben je opgelucht, Helma? Oh. Oh. Ik ben zo blij. Boris krijgt nog een korte check. Hij heeft de val prima overleefd. Hij heeft er geen verwonding aan overgehouden. Hij heeft gewoon puur echt alleen van dat lange zonder eten en drinken of te weinig. Gewoon ja, de uitdroging en de ondervoeding, maar meer niet. Helma is de hemel te rijk. Als je een dagje uitgaat, laat je je auto hier achter op het parkeerterrein. En dan zijn er dus mensen, terwijl je de hele dag weggaat, die een hond achterlaten in de auto. Ach, we laten het raampje wel een stukje open en we laten wat water achter, zeggen ze dan. Maar, misschien is het nou nog niet zo heel erg heet, maar het wordt snikheet de komende dagen. En het is levensgevaarlijk voor die honden. En omdat hij niet kan zweten, gaat hij dus extra veel hijgen. Dus dan krijgt hij zijn tong uit zijn mond. En uiteindelijk gaan zijn organen, zijn hersenen gaan koken. Het bloed gaat stollen, dus dat wordt niet meer rondgepompt. En langzaam vallen zijn organen uit. En dan heb je het over 10 kwartiertje en dan is het gewoon gedaan. Bij het pretpark is een kennel waar je je hond de hele dag kunt achterlaten. Nou hangt er hier bij de ingang best wel een groot bord. Ja. Maar denkt u dat het helpt? Nou, ik denk het zeker. We hebben inderdaad voor een prominente plaats gekozen op de plek waar je de Efteling binnenkomt. Je hebt net geparkeerd en als je dan toch hebt gedacht ik laat de hond in de auto, dan hoop ik dat mensen hier denken, oh, misschien hadden we dat niet moeten doen. Misschien wisten ze nog niet dat er een hondenkennel was. Dus ik hoop dat ze dan teruglopen en toch de hond in de kennel brengen. Als je hier op de parkeerplaats staat, dan hoor je het gekef van een hondje. Want hier achter in de auto zit dus gewoon een hondje. Ik dacht, dat doet helemaal niemand. Maar zelfs als we hier een uurtje zijn, treffen we al één hond bij wie het gebeurt. Ik vind het belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. Ja, niet goed hè? Slecht. Het is best benauwd, vind ik zelf dus. En dan kan het raam al op een klein keertje staan. Maar er wordt overal gewaarschuwd dat je dat nooit moet doen met warm weer. Na een heel enkele keer zien wij een hond in een auto en weten we niet van wie. En moeten we de politie waarschuwen als het warm is. Dan kan eventueel de politie die auto openbreken. Is het hier ook wel eens gebeurd? Het is hier wel eens gebeurd. Wij zorgen dan ook dat er een dierenarts bij komt, maar gelukkig gebeurt het niet zo vaak. Met dit hondje kwam het gelukkig goed, want het baasje kon achterhaald worden en werd gewaarschuwd. Tim en Simon zien de kangeroe vanochtend vroeg als ze naar school gaan. Hij sprong best ver. Het leek dus ook echt dat net een veer onder die poten zat, omdat hij dus ook best wel hoog sprong. Als de kangeroe Tim en Simon ziet, gaat hij er vandoor. Hij sprong dus in de sloot en toen bleven wij staan en toen sprint hij weg. Vlak daarna krijgen wij op de redactie een foto van iemand die de kangeroe op de stoep voor het huis ziet zitten. Tim en Simon zijn vooral verbaasd als zij het exotische dier zien. Dat die beesten hier eigenlijk helemaal niet voorkomen. Dat die eigenlijk in Australië zijn. Hoe komt zo'n beest nou hier op de Hezelaarse straat in Liemde? In de buurt zijn er verschillende boerderijtjes en dierenparken met kangeroes. We hebben het nagevraagd, maar niemand is er eentje kwijt. En waar hebben jullie hem gezien? Hier in de wei. Hier in de wei? Dan duikt de kangeroe in de middag in de achtertuin van een boer op. Ik heb hier een kangeroe zien lopen. Klein beestje.
En dan komt hij achter de schuur door en hij is een beetje vlugger als ik, dus hij was zo weg. Het is hetzelfde schuurtje waar Tim en Simon het dier vanochtend naartoe zagen gaan. Hey, waar zagen jullie die kangeroe hier? Hij kwam daar van de weg af en toen is hij hier achter het stalletje is hij daar hier langs gegaan. En toen waarschijnlijk is hij hier over prioriteit gesprongen en dan zo hier verder gegaan. Maar het beest was er te snel af om een foto te maken. De kangeroe loopt dus nog steeds ergens in Liemde rond. Met een fluitje en een lekker hapje hoopt Diego zijn vogel te kunnen lokken op het dak van de bijenkorf. Voorbijgangers hebben de vogel daar en bij het station gezien. Diego zelf zag zijn vogel zondagavond voor het laatst. Hij zat op een stokje en toen bleek zijn koord los te zijn. En toen was hij weggevlogen. Hij dacht dat hij op zijn schouder ging zitten. En hij vliegt zo over de huizen heen weg. En toen was paniek in de tent. Ja. Dit is de roofvogel van Diego. Hij heeft een belletje en een lang koord rond de poot. Daardoor kan hij niet goed jagen en is het waarschijnlijk moeilijk om te overleven. Wat doet de jongen van 13 nou met een roofvogel? Wat doet hij met een roofvogel? De ene heeft iets met een hond. Hij is ooit aangestoken door zijn vader. Die heeft vroeger altijd roofvogels gehad. En ja, het zit erin. Ja. En hij is helemaal, echt helemaal verliefd op het beestje. En het is echt heel, hij vindt het echt heel, heel erg dat hij hem kwijt is. Volgens Diego en zijn moeder is de vogel tam en dus niet gevaarlijk. Toch raden ze het aan om het dier met rust te laten. De zoektocht op het dak houdt nu voor Diego op, maar hij laat nog wel wat lekkers achter voor als de vogel terugkomt. Vroeger zeiden ze altijd, mannen mogen niet huilen. Dan ben je geen man als een vent huilt. Maar dit komt aan? Ja, die komt echt hard aan. Echt mijn maatje. De mand van Droepie is al wekenlang leeg en daar zijn André en Dian kapot van. Omdat ze thuis een feestje hielden, was Droepie een paar dagen bij het hondenpension van Ron Kusters. Ook in Tilburg, maar daar ontsnapte Droepie toen hij werd uitgelaten. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Maar ja, het is uw verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid, ja. Maar daar nemen André en Dian geen genoegen mee. Zij vinden dat het hondenpension te weinig doet om Droepie te vinden. Wees een vent, ik bedoel, hij runt een hondencentrum, hij is daar leider. Ja, toon een bal en toon nou ook leiderschap. Ik ben zelf nog een stuk of 6 keer 's nachts weggegaan om te gaan zoeken. Ze zeggen gewoon dat ze het niet hebben gezocht. En dat hebben jullie wel gedaan? Dat hebben we wel gedaan. Dat doet me echt zeer. Ja, maar te weinig dus, vinden de baasjes van Droepie, die daarom hun hoop hebben gevestigd op social media. Hij wordt dagelijks eigenlijk wel via Facebook gedeeld om maar iets te horen van of iemand weet van onze Droep. Ook al staan de baasjes van Droepie nu lijnrecht tegenover het hondenpension, toch hopen ze allebei hetzelfde. De stroeve verhouding tussen mij en de baas, ik moet even verliefd nemen, voor mij betreft, ik weet het ook verder ook niet. De zoektocht staat voorop, Droepie staat voorop. Maar ik heb liever bij wijze van spreken dat ik hem in mijn handen heb en dat hij overleden is, maar dat ik wel weet wat er aan de hand is dan deze onzekerheid. En deze onzekerheid die sloopt me gewoon.